In de serie die start gaat maken, volgen wij de politie van Sittard Geleen. Deze keer aandacht voor het basisteam. Ook wel incidentenafhandeling genoemd. Hiermee rijden verschillende patrouilles op meldingen. Deze meldingen zijn zeer divers en als BT'er weet je nooit wat je tegenkomt op zo'n dienst. Van onwelwording tot parkeerruzie, van winkeldiefstal tot aanhouding van autodieven. Kortom, een zeer afwisselende baan, waar je soms geen meldingen krijgt en rijd je je route en sommige dagen ben je de hele dag op pad. Na een korte briefing waar men de nodige informatie krijgt en ook krijgt te horen wat de collega's in voorgaande dienst zijn tegengekomen, kunnen de mannen goed geïnformeerd op pad. Michael, wat houdt patrouilledienst in? Nou, dat heet incidentafhandeling, zoals we dat hier noemen. Boven het land noemen ze dat ook wel noodhulpdiensten. Dat houdt in feite in dat je meldingen rijdt, meldingen die van de meldkamer krijgen vanuit het Maastricht. Dat kan inhouden in prioriteit 1, 2, 3 of 4 meldingen. 1, 2 meldingen kennen we denk ik allemaal wel. Dat is bijvoorbeeld de aanrijding met gewonden of een winkeldief die zich misdraagt of een aanhouding die ergens is verricht of dat soort zaken. Dat kan het zijn in 3, 4 meldingen. Kan ook zijn bijvoorbeeld geluidsoverlast. Noem het maar op, dat soort zaken allemaal. Dat zijn de meldingen die je rijdt. Daarnaast doen we ook nog de werkopdracht die we meekrijgen. Dat kan onder andere uitreikingen zijn, jeugdplekken bezoeken. Het kan ook zijn dat we naar een adres toe moeten voor een verhoortje. Dat zijn ook zaken die nog uitgezet kunnen worden bij de incidentafhandelingendienst. Dus dat zijn eigenlijk de meldingen die je rijdt. Eigenlijk. Maar de voornaamste is uiteraard de 1 en 2 meldingen die we krijgen van de meldkamer, die altijd hogere prioriteit krijgen. Dus die hebben we altijd voorrang. We hebben net gezien dat u een aanhouding heeft gedaan met de collega. Wat is de procedure daarna? Nou, we hebben deze meneer aangehouden. Dan gaat hij naar het bureau toe. Dan wordt hij voorgeleid voor een hulpofficier van justitie. En uiteraard wordt dan zijn rechten worden medegedeeld. Hij heeft dan recht op een advocaat. Nou, deze meneer die, wilde geen advocaat voor aanvang van zijn verhoor. Als dat wel zo is, dan moeten we die ook in kennis stellen. En dan heeft hij 2 uur de tijd, de advocaat, om te komen. Om deze meneer dan in ieder geval te spreken. In dit geval gebeurde dat niet. Wat we dan krijgen is het verhaal, dan wordt hij ingesloten. Dan krijgen we de ID-straat. Dus dan gaan we kijken, vingerafdrukken. Gaan we kijken, fotootje van hem maken, wie hij is. Of het allemaal klopt inderdaad wat hij zegt. Dan wordt hij ingesloten en dan gaan we contact opnemen met ZSM, dat is de afdeling van justitie, voor de zaak af te handelen. In dit geval krijg je dan een vooraankondiging bij ZSM dat hij is aangehouden, voor wat hij is aangehouden. En uiteraard moet daar een aangifte en alles onder liggen. Nou, die aangifte hebben we opgenomen, die moeten dan uitgewerkt worden. De aangifte, getuigenverklaring, eventueel ons aanhoudingsprocesverbaal moet daarbij. We moeten erin zetten wat er precies gestolen is, wat er weg is. Dat moet justitie allemaal weten. En daarna wordt de meneer gehoord. Dat is inmiddels dus gebeurd. En nou wachten wij op de uitslag van ZSM van wat er precies gaat gebeuren met hem. Of hij een dagvaarding meekrijgt, CQ, of hij een boete krijgt of op andere wijze wordt afgehandeld. Dat weten we op dit moment eventjes nog niet. En ZSM moet dus wel weten wat precies de financiële toestand van deze meneer is. Of hij een boete kan betalen, ja of nee. Nou, in dit geval zal dat wat moeilijker zijn bij deze persoon dus. Hoeveel tijd bent u eigenlijk kwijt met iemand aanhouden? Want daar gaat toch heel wat werk in zitten. Nou, de aanhouding op zich duurt vaak maar een minuutje, of 2 minuutjes. En dan de overbrengen uiteraard, ja, dat ligt eraan of wij naar Sittard of Maastricht toe moeten. Normaliter moeten wij naar Maastricht toe. Dan zullen wij de zaak daar moeten aandragen. En dan kan het zijn dat wij een rechercheeenheid, zeker de afdeling VVC, dat is een afdeling, een soort rechercheafdeling die zaken afhandelt. Maar die waren in dit geval dus niet en dan zullen we het zelf moeten afhandelen. En dan ben je toch al een uurtje of 2 bezig met zo'n zaak, gemiddeld ongeveer genomen. En dan hebben we het puur over, inderdaad, over het in het systeem zetten en de zaak aandragen en afhandelen. Dus dan ben je toch wel 2 uurtjes weer van straat af. Nou, we hebben net een melding gekregen van de meldkamer dat er graffiti is gespoten op een heleboel kermisattracties hier achter ons. Daarvoor zijn we hier naartoe gestuurd en inderdaad zijn hier aangekomen en op diverse attracties inderdaad graffiti gespoten. Ook al wat graffiti weggehaald inmiddels. Dan maken we wat foto's van en dan nemen we aangiftes op. Zodat de mensen in ieder geval kunnen zien van ja, dat we er in ieder geval mee bezig zijn. Om te kijken. En dan gaan we kijken of we met de graffiti, want dat zijn tags. En tags worden meestal gebruikt door bepaalde jongens of meiden en groepen. En dan kunnen we kijken of we daar iets uit kunnen halen. Eventueel een dadergroepering eruit kunnen halen. Nou, dat voertuig wat jullie net hebben gezien, dat blijkt dus gestolen te zijn. Er is een verdachte die erin heeft gereden, die is aangehouden net. De kentekenplaten blijken ook van diefstal afkomstig te zijn. Wat er nou gaat gebeuren om te kijken naar sporen verder te stellen.
gaan wij zo weinig mogelijk in dat voertuig. En zal het voertuig vierkant getakeld gaan worden. Het houdt niks anders in dat de sleper hem op de wagen zet zonder eigenlijk aan de binnenzijde eraan te komen. En dan wordt het voertuig overgebracht naar een gesloten gedeelte, eigenlijk een overdekt gedeelte. En van daaruit wordt dan gekeken of de forensische opsporing daar gaan kijken voor sporen die in het voertuig aanwezig zullen zijn of niet aanwezig zijn. Dat moeten we dan even bekijken. En hoe lang is men daar nou mee bezig vanaf het vinden tot het voertuig en de afhandeling daarvan? Nou, als je het voertuig aantreft, dat hebben we net ook gezien, in dit geval is er nog een verdachte aangehouden, dus moet de verdachte ook nog overgebracht worden. Maar dan sta je als patrouille toch altijd wel te wachten en dat heeft te maken gewoon puur met de sleper. De sleper moet ter plaatse komen. En dat kan even op zich duren, dus dat minimaal half uur, drie kwartier kan het wel duren voordat de sleper ter plaatse is. Als hij dichterbij is, is het natuurlijk meegenomen, maar ga altijd uit van een half uur tot drie kwartier voordat er een sleper ter plaatse is. En dan uiteraard moet hij nog erop en we moeten bij het voertuig blijven, want het is een gestolen voertuig, dus we kunnen dat niet alleen laten. En als het voertuig weg is, dan kunnen we eigenlijk pas terug en dan zullen we uiteraard nog wat papierwerk moeten gaan verrichten. Nou zijn we net met loeiende sirenes naar een huis gegaan. Wat was daar precies aan? Nou, dat had te maken met een hulpverlening. In dit geval was er de ambulance die vroeg om hulp om een pand binnen te komen of een woning binnen te komen. Nou, hun hebben daar ook niet de juiste apparatuur voor. Wij mogen op artikel 3 van de politiewet mogen wij dus een pand betreden. En dan vragen ze vaak onze hulp in. Dat houdt in dat als wij dan ter plaatse komen en iemand is hulpbehoevend, dan zullen wij proberen zo snel mogelijk een deur of een raam in ieder geval in te slaan of binnen te komen. Zodat de ambulancedienst de hulp kan verlenen aan de persoon die binnen ligt. Eén belangrijke taak. De belangrijkste taak is natuurlijk hulpverlening. Dat is een van de dingen, maar ik denk vooral de strafrechtelijke feiten. Wij gaan natuurlijk maar over een aantal zaken en dat is strafrecht. En strafrecht is natuurlijk iets wat voor ons een van de hoofdtaken is. En dat is aanhouden van mensen die zich niet aan de wet houden.